Like deze video alleen als jij niet bang bent op dit moment. Vandaag gaan wij de engste dingen op de aarde zien terwijl we op één plek zijn. Met Google Earth. Dit zijn de engste dingen die mensen hebben gevonden. Deze video kan spannend zijn. Oké, iemand die is hier naar een locatie gegaan en die zoomt in. Wacht even, wat? Dat ziet er zo creepy uit. Oké, iemand die is hier in the middle of nowhere. Een konijn. Wat is er nou weer eng aan een konijn? Een konijn springt en hij heeft mooie grote oren. Oké, wacht. Wow, wat? Moet je kijken hoe hoog die springt. Oké, deze persoon is weer ergens in the middle of nowhere op onze mooie aarde. En wat vindt hij daar? Wat zijn dat? Oh, dat is zo creepy. Oké, de volgende, Godzilla. Heel ver ingezoomd, is daar. Wow, het is een Godzilla slide. Deze persoon zoomt in ergens bij het water. Geen idee waar op de wereld, maar we kijken een beetje om ons heen. Ik zie nog niet echt iets speciaals. Oh my gosh. Er is letterlijk een zeemeermin te zien. Oké, wacht. Volgens mij is dit een standbeeld, of niet? Ik weet het niet. Deze persoon zoomt in een gebouw. En wat is daar dan zo raar aan? Oh, wacht. Wat? Allemaal mensen met een duivenmasker op. Roku. Oké, volgens mij gaat het bij deze avond zijn. Ja, inderdaad. En wat is dat daar? Is dat een clown? Oh, dat is een clown. Een clown op een fiets. Kan een clown fietsen? Ja. Oké, dit is echt ergens in the middle of nowhere op onze aarde. Er wordt op ingezoomd. Maar wat is het? Ik ben nu echt serieus een beetje bang. Wow. Het is een megahand in het zand. Ik zou hem een high five willen geven. Maar dan kan ik waarschijnlijk alleen zijn pink high five'en. Oké, deze persoon zegt, wat is dit? En zoomt vervolgens in ergens in the middle of nowhere. Oké, wacht. Heeft dit iets te maken met aliens? Want ik zie een UFO emoji. Oké, hij kijkt een beetje om zich heen. Wow, wacht even. Hey, ik weet niet wat het is, maar dat ziet er best wel uit als een UFO. Wat is dit in Area 51? Ja, dat is het ding. Je kunt dus ook geheime plekken eigenlijk een soort van bekijken. Ja, niet van binnen natuurlijk, maar... Wow, is dat een UFO? Nou ja, niet alles wat rond is, is een UFO. Deze persoon die zoomt in op een boom, of wat is dat? Ah nee, wacht, onder een viaduct. Oké, ik ben benieuwd. Beetje rondkijken. Oké, wacht. Gaan we iets zien wat eng is? Ah, ik vind het leuk, maar eng tegelijk. Oeh! Even serieus. Laten we echt hopen dat dat iets van gravity is. Dat iemand daar een gezicht heeft getekend. Dat is zo eng. Deze persoon die zoomt in ergens in een woonwijk. En we hebben allemaal hele grote mooie huizen. Niet bepaald eng. Maar er is daar één huis wat nog gebouwd moet worden. Oké, dit is dus allemaal in het echt. En dat maakt het een stuk spannender. Het is geen videospel. Oh, er staat daar iemand. Dat is zo creepy. Deze persoon zegt dat hij een worm heeft gevonden. Een worm? Een worm is toch niet zo raar? Een regenworm hebben we allemaal wel eens gezien. Wacht, voor deze moet ik even teruggaan. Het was heel kort namelijk. Kijk, wat is dat? Is dat echt een worm? Oké, deze persoon die zoomt heel ver in. Nog verder in. In een parkje. Oké, dat is niet zo eng, toch? Oh my gosh. Oh. Wat? Zijn dat aliens? Dat zijn standbeelden. Wat heb ik gevonden? Vraagt deze persoon. Oké, dit is weer op Google Maps. Kijk een beetje om ons heen. Er staat er iemand. Wow, wacht. Dat is gewoon iemand in een trouwjurk, toch? I don't know, het ziet er een beetje raar uit of zo. Het lijkt wel alsof ze een eng masker draagt. Deze persoon zegt dat hij de Titanic heeft gevonden. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Oh, wacht, wat? Er lijkt daar inderdaad wel een gezonken boot te liggen. Maar volgens mij ligt de Titanic niet ergens in een random haven. Nee. Ik bedoel, dit is allemaal heel interessant. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat we hier zien echt is. Wat is dat? Wat is dat? Oh, is dat een inktvis? Dat is een mega inktvis. Daar kan je veel sushi van maken. Sorry. Deze persoon heeft het Loch Ness monster gevonden. Oké, interessant. Dit is wel in Schotland volgens mij, als ik zo naar de omgeving kijk. Hè? Wat je moet weten van het Loch Ness monster, is dat alles wat je niet goed kunt zien, is het Loch Ness monster. Er kan gewoon een schaduw van iemand te zien zijn die een plasje doet. Loch Ness monster, jij daar. Oh, dit is raar. Dit is ergens in the middle of nowhere. En er is gewoon een pijl op de grond te zien. Die ergens naartoe wijst. Wijs je naar mij? Oh, dit is zo creepy. Het is best wel bizar dat je dus heel de wereld eigenlijk een soort van kunt zien op het puntje van je stoel. Oké, wacht even. Wat hebben we daar? Oh. Oh, wie zou hier willen wonen? Ik weet niet. Waar zoom je op in? Wat is dat? Oh, wacht. Nu ben ik bang. Oh. Oh, dit is onder water. Wacht, is dat een... Dus dit is letterlijk onder water. En je ziet een soort van onderzeehotel. En je ziet iemand zijn hand daar. Wauw. Heb ik zojuist een gigantisch alien gezicht gevonden, vraagt iemand. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat jij hebt gevonden. Oeh, dat is creepy. Ik weet dus niet of dit echt of nep is. Ik weet niet in hoeverre dit, zeg maar, te manipuleren is tot iets wat, ja, dus echt lijkt, maar niet is. Maar dit ziet er wel super realistisch uit. Heb ik zojuist de Megalodon gevonden? De Megalodon, die is al lang uitgestorven. Wacht, wat? Dat lijkt wel een sardientje. Hoezo een Megalodon? Dat kan echt alles zijn. Ik heb aliens gevonden. Oké, dat zeg je heel overtuigend, maar dan wil ik wel eerst bewijs zien. Oh, wat? Area 51! Ik zag Area 51 staan!
Wacht even. Ga me nou niet vertellen dat heel de wereld alle moeite doet om aliens, zeg maar, te bewijzen. En dat deze dude gewoon even zo met zijn vingers swiped en gewoon even Area 51 intreedt. Dit is niet echt natuurlijk. Maar het zag er wel cool uit. Ik heb een mega robot gevonden. Oké, ik heb dus geen idee waar op de aarde dit is. Kan werkelijk overal zijn. Hè? Dat is niet echt. Wat op de wereld is dit? Nou, laat mij dat maar even zien met je swipende vingers. Wat is dat? Is dat een brug? Huh? Ach, wat? Het lijkt wel op een stickman mannetje of zo. Wat doet dit hier? Wat doet waar hier? Je bent in the middle of nowhere. En dit is de woestijn. Wacht eens even. Is dat het Coca-Cola logo? Stel voor je maakt reclame op een plek waar precies niemand komt. Dan heb je echt heel veel geld. Ik heb een UFO gevonden. Oké, zeg maar alsjeblieft niet dat het gewoon een bord is. Dat is een UFO. Dat is een pittige UFO. Ben ik de enige die het een beetje op een safari hoedje vindt lijken? Dit kan ook zomaar van papier-mâché zijn. Gewoon iets wat geknutseld is. Reageer een hartje. Oké, nou reageer een hartje als je nog steeds kijkt. Oh, want er is een hartje te vinden op Google Maps. Lief, wie wil hier naartoe? Het hangt er een beetje vanaf waar naartoe. Oh, we gaan niet tegen een zeemonster zien, toch? Ik wil het niet. Dat zijn pinguïns. Oh, dat zijn pinguïns. Ik hou van pinguïns. Het is ook zo mooi, want zeg maar, er wordt ingezoomd. Dan zie je één pinguïn, twee pinguïns. En dan ineens... Ik heb een gigantisch zeemonster gevonden. Ja, nou, laat zien dan. Oh. Dat is... dat kan echt alles zijn. Ik bedoel, ja, ik zie er wel iets van een nek in of zo, maar het is zo wazig, weet je? Ben ik de enige? Altijd wanneer mensen iets ontdekken wat mysterieus is, als een alien, Bigfoot, het monster van Loch Ness, dan besluiten ze het niet te filmen met hun telefoon, maar met een aardappel. Alsof ze gewoon even naar de plaatselijke supermarkt gaan. Hey, mag ik een aardappel? Hoe, ga je stamppot maken? Nee, ik ga een alien filmen. En dan ziet vervolgens de beeldkwaliteit er zo uit. Ja, ik heb een alien gevonden net. Wat betekent dit? Oh nee, toch. Gaan we een of ander eng bericht zien? Iets wat we moeten ontrafelen. Wacht eens even, er staat... Het einde. Het einde? Wat betekent dat nou, het einde? Als je naar dit eiland gaat, overleef je het 100% niet. Nou, wat is daar de reden voor? Wat gaan we tegenkomen? Wat gaan we zien? Wat is dat? Is dat een zeemonster? Of is dat gewoon zeewier? Wat is dit? Wat is wat persoon die swiped? Ik weet het niet. Waar zoom je op in? Een gebouw? Eens even kijken. Oké, dat is echt heel naar. Zeg maar. Maar nu weet ik het wel zeker. Dit kan niet echt zijn, right? Wat is dat? Vraagt iemand die op Google Maps op een random snelweg zit. Of zo. Wacht even. Wat? Ik bedoel, het is gewoon super rustig. Is er nou iemand een dino aan het uitlaten? Soms heb je echt van die kunstwerken waarvan je echt zo bent van... Volgens mij werken mijn ogen niet meer. Wat is dit? Ik vind het ook zo mooi hoe ze altijd van die tekstjes erbij zetten, waardoor je hersenen denken, nu wil ik het weten. De weg is stuk. Ja, dit is een glitch. Ja, of niet. Heb je een hele sterke auto nodig. Wat heb ik gevonden? Je telefoonoplader. Een zakje chips. Een pen. Weet ik veel. Oké. Wat? Dat zag er wel super realistisch uit. Maar dat is niet zo gek, want dit kan ook iemand zijn in een Bigfoot kostuum. Abonneer voor meer. En adios.